Laten we eens even door het cabaret heen gaan. Dit is Françoise Villon, waarvan ik eigenlijk vind dat dat de voorloper van het cabaret is. Het is een Franse poëet. Hij heeft nogal een wonderlijk leven geleid. Hij heeft een priester vermoord, moest uit Parijs vluchten. Hij heeft ergens een diefstal gepleegd, moest weer terugvluchten. Hij heeft ontzettend vaak gratie gekregen. En intussen dichtte hij wonderschone liederen. De tijd noopt mij verder te gaan met de volgende. We maken een sprong van plusminus 450 jaar. En dit is Aristide Bruand, die in Montmartre zijn eigen cabaret had. Aanvankelijk begon hij in Le Chat Noir te zingen. En hij zong daar in cafés waar dan wel het betere publiek kwam, zeg maar. De bovenlaag van de maatschappij, maar ze zaten wel echt in de hoerenbuurt. En hij zong daar geëngageerd repertoire. Daar kwam op een zeker moment op bezoek Eduard Jacobs. En Eduard Jacobs die vond dat interessant en die ging in de pijp zitten in een kelder. En die zong daar eigenlijk een beetje dat vergelijkbare repertoire voor een vergelijkbaar publiek. Dat was, Wim Ibo begint in zijn cabaretbijbel met Eduard Jacobs. Dit is Koos Peenhoff, dat is een Rotterdammer. En die zong het volksrepertoire bij zijn gitaar. Er was ooit een boek, weet je nog wel, oudje. En er was een plaatje bij en daar zong Koos Peenhoff. En ik hoop dat ik het nog iets uit mijn hoofd kan opzetten. Laatst had ik eens een nare droom dat ik was doodgegaan. Ik dikte naar de hemelpoort en ik zag er Petrus staan. Ik vroeg hem om een vrijbiljet. Hij zei, dat wou je wel. Loop jij maar verder naar de hel. Zoiets. Dat is Koos Peenhoff. Ook een wonderlijk leven geleid. Geloof ik ook nog een beetje fout geweest in de oorlog. Enfin, de volgende, en dat is eigenlijk een sprong die er dan gemaakt wordt, dat is Piswies. Dan gaat het de kant van Wim Ibo op naar het literaire. Piswies was een journalist. Heeft samen met Max Blokzijl over de wereld gezworven. Max Blokzijl is tijdens de oorlog propagandist voor de NSB geweest op de radio. Die is ook, volgens mij is hij zelfs ter dood veroordeeld. En Piswies is nog eigenlijk tragischer om het leven gekomen. Die had een verhouding met Jenny Gilliam en haar oude minnaar Tjacho Kuiper. Heeft toen Piswies van Schiller naar de kroon liep, heeft hij hem op het Rembrandtsplein doodgeschoten. Piswies was de eerste die bij zijn liedjes ook begon te confereren. Dus een verhaaltje begon te vertellen als inleiding naar het liedje. En die liedjes die werden geschreven door deze meneer, dat is Dirk Witte. Dirk Witte is een zaankanter die een stuk of 30 liedjes, 35 liedjes, ze zijn net op de plaat gezet, integraal, zijn hele repertoire. Het meisje van de zangvereniging kent u. U kent natuurlijk Mens durft te leven. En wat ik persoonlijk een van zijn mooiste liedjes vind, is Het wijnglas. Het is een beetje vreemde eend in de bijt. Dit is Lou Bendy. Lodewijk Dieben, zo heette die eigenlijk. Maar samen met zijn broer hebben ze die achternaam omgewisseld. Aanvankelijk waren ze de Bendy Brothers. Maar ze konden niet zo verschrikkelijk goed opschieten. Zijn broer, hoe die nou precies heette, Wil, geloof ik. Bendy, die ging dood en Lou heeft bij het graf gesproken en schijnt daar een verschrikkelijke, nogal schofterige reden gehouden te hebben. Want die broer was tijdens het bedrijven van de liefde erin gebleven. En daar stond hij bij het graf aan te refereren. Niet erg decent. Maar waarom ik Lou Bendy erbij haalde, je had in die tijd natuurlijk het cabaret wat toch probeerde een beetje chic te zijn. En je had de revue wat eigenlijk voor het volk was. En Lou Bendy is een overgangsfiguur. Hij was getrouwd met een Duitse pianiste die hem een beetje chic gemaakt heeft. En hij was een begenadigd conferencier. Hij was echt een stand-up comedian. Zijn repertoire was nu niet bepaald geëngageerd. Dat waren ouderwetse grappen. En die Lou Bendy heeft dus Wim Kan heel erg sterk beïnvloed. Dus Wim Kan is zeg maar een soort mengeling van Piswies en Lou Bendy. En daar kwam zijn. Je hoort bij Wim Kan ook de hele tijd die neiging om naar het platte toe te gaan. En de mensen, de jongens en gezellig. Ik laat hier even weg, voor de mensen die anders straks bij het vragen stellen opstaan en zeggen, waarom heb je Toon Hermans niet laten zien? En waarom heb je Wim Sonneveld niet laten zien? Die passen niet in de lijn die ik wil volgen, die dan zeg maar naar Nederlands Hoop toe gaat.
Deze man wel, we hebben het er gisteren al even over gehad. Dit is Johan Noordmans van het Utrecht Studentencabaret. Dat studentencabaret, dat heeft zeg maar zo in de jaren 50 het cabaret in Nederland gered. Dat was zeg vooral, maar het engagement was ten onder gegaan. Johan Noordmans is het Utrechts studentencabaret. Dit is het Haags studentencabaret. U zal zeggen, ja, in Den Haag is geen universiteit nemen. Dat waren dan studenten uit Den Haag die niet op kamers woonden, maar nog elke dag met de trein gingen. En daar ziet u hier Rinus Ferdinandussen. En hier, dit is Henny de Ruiter. Die kunt u misschien kennen, omdat hij carrière gemaakt heeft bij de Shell. En een paar jaar geleden met de boeken geknoeid heeft. Weet ik niet precies, maar hij heeft ons in ieder geval een keer laten optreden voor de Shell in een zaaltje bij de Bosbaan. Dit is Paul Vervliet, staat er al. Floor Kist, die later nog kamenier bij de koningin is geworden. En wie er hier niet bij staat, dat is in het midden, dat is Lieselore Gerritsen. Zij waren het Leids studentencabaret. En dit is Seth Gijkema. Seth Gijkema met het kwartet Roelof Stalknecht. Dat was het Gronings studentencabaret. En dat hebben we het gisteren even over gehad. Mijn vader stelde mij dit tot voorbeeld. Vooral om dan in Groningen te gaan studeren. Nou ja, dit is iemand die buitengewoon veel invloed gehad heeft op de babyboom-generatie. Die met zijn gitaar, zijn hele houding geeft al aan wat er. Dat was met meisjes op een kamer zitten. En als het gesprek niet wilde lukken, dan ging je maar naar Jaap Fischer zitten luisteren. En een beetje zwijmelen. Hij heeft een grote breuk gemaakt. Hij heet nu Joop Visser. Maar voor mij blijft het Jaap Visser. Dit is een professioneel cabaret. Eigenlijk het meest uitgesproken professionele cabaret van na de oorlog. Dat is Lurelei met hier Jasperine de Jong. En dat is Erik Herfst. Dat is een van de oprichters. En hier herkent u Kees van Kooten en dat is John Lanting. Dus het was wel een topbezetting, zou je kunnen zeggen. Nou, dit is dan, zeg maar, dan zijn we zo'n beetje in onze tijd aangeland. Dat waren Gerard Cox en Frans Halsema, die in die periode een aantal zeer, zeer succesvolle programma's hadden. En die zijn uit elkaar gegaan. Waarom, weet ik niet precies. Maar ze zullen wel ruzie gehad hebben. Frans Halsema is zowel bij Bram als bij mij later geweest om hem te helpen bij een volgend programma. En hij is helaas te vroeg overleden. Dit is even een snelle bepaling, plaatsbepaling van waar wij nu zijn. Morgen word ik wakker, gaat opeens de telefoon. Ik neem de horen van de haak, tot nu is alles nog gewoon. Dan begint er een te hijgen als een stoomwals. En ik zeg, het eigen hert heeft al gebeld. En ik heb de horen erop gelegd. Het is de eigen. Mijn eigen hijgen. Hij wil dat ik terug hijg, maar ik weiger. Belt hij elke avond om precies dezelfde tijd. Ik heb van alles geprobeerd, maar ik raak hem niet meer kwijt. Ik heb een paar keer op dat tijdstip de hoorn eraf gelegd. Maar dat hielp geen sodemieter, ik raakte aan het geheim. Het is de heige. Dat was de heige. Mijn eigen heige. Hij wil dat ik terug hijg, maar ik weiger. Want altijd als hij mij krijgt, hijgt hij. En altijd als hij jou krijgt, zwijgt hij. Want hij zegt ongewonden zonde, verkeerd verbonden. En altijd als hij jou krijgt, zwijgt hij. Of hij zegt ongewonden zonde. Verkeerd verbonden. Vannacht lig ik
te dromen van de auto. En ik denk, bij het starten volgens mij zit er een heiger in de tank. Dus duik ik snel die tank in de hoop dat ik hem vat. Word ik de morgen daarop wakker, zijn mijn laken glimmer als de heiger. Maar ik weiger.